Ik ben een vechter en een doorzetter, dat zegt de Waalwijkse ringenspecialist Joeri van Gelder. Van Gelder is vanochtend door de Nederlandse Turnbond weer verwelkomd in de internationale wedstrijdsport. Van Gelder werd een jaar geleden door de bond geschorst vanwege cocaïnegebruik. Vandaag zit zijn schorsing er officieel op en is hij weer begonnen met trainen bij Flikvlak. De Turnbond heeft voor Van Gelder een plaatje vrijgehouden in de selectie voor de wereldkampioenschap turnen eind oktober. Van Gelder is de laatste maanden afgekikt van zijn verslaving. In september is hij weer van plan om mee te doen aan een aantal wedstrijden. En zo wil hij laten zien dat hij nog steeds tot de wereldtop behoort. En in Den Bosch bij de trainingshal van Joeri van Gelder staat onze verslaggever Jesse van Kalmthout. Ja Jesse, hoe was het nou om voor Van Gelder na een jaar van afwezigheid weer in de schijnwerpers te staan? Nou, hij moest er stiekem toch wel een beetje aan wennen. Een jaar geleden zat hij hier op dezelfde plek en omringd door dezelfde mensen ook voor die cameraploegen. En toen moest hij vertellen dat het slecht nieuws was en dat hij vanwege zijn cocaïneverslaving geschorst werd. Nou, vandaag was het natuurlijk allemaal anders. Nu kon hij vertellen dat het goed nieuws was. Zijn schorsing is afgelopen, hij mag weer mee gaan doen aan wedstrijden. Ja, en dan maakte hij toch wel een hele opgewekte en een sterke en ook wel een enigszins gespannen indruk. Ja, en heeft Van Gelder nu ook verteld hoe hij het afgelopen jaar is doorgekomen? Ja, hij vertelde dat hij toch wel een heel zwaar jaar achter de rug heeft. Niet alleen moest hij natuurlijk afkicken van die cocaïneverslaving, maar omdat hij bij Defensie werkte en die een zero-tolerance beleid hanteren, moest hij nadat hij was betrapt op drugsgebruik ontslag nemen, zo er werd ontslagen. En ja, dan is het natuurlijk nog niet zo heel erg makkelijk om nog te blijven trainen. Het is toch een turner die daar heel veel tijd in moet steken. Dus hij is in Den Bosch aan zijn conditie en zijn kwaliteit blijven werken. Hij kreeg hulp van de turncoach Boris Orlov. En dat alles om er maar voor te zorgen dat hij na die schorsing weer op het hoogste niveau mee kan doen. En dit had hij daar zelf over te zeggen. Van nature ben ik een vechter en een doorzetter. Juist als het tegen zit ga ik knokken en met succes. Ik ben zelf op zoek gegaan naar een behandelcentrum en terechtgekomen bij Castle Crag in Schotland. Een centrum met een hele goede reputatie en ook een vestiging in Nederland. Vorig jaar zomer ben ik daar 3 maanden naartoe geweest. Half oktober kwam ik terug in Nederland en ben ik actief met het vervolgprogramma aan de slag gegaan. Want mijn misstap valt in mijn categorie eens, maar nooit meer, uiteraard. Ja, Jesse, hij wil er dus weer helemaal voor gaan. Hoe wordt er nou vanuit de turnwereld op de comeback van Joeri gereageerd? Nou, die zijn natuurlijk heel blij dat die schorsing er weer op zit. Joeri is natuurlijk wel een van de vlaggenschepen van de turner. Hij is natuurlijk niet voor niks een wereldtopper. Hij gaat wel streng gecontroleerd worden, want er is bijgezegd het is zijn laatste kans. Dus hij kan zich geen tweede misstap veroorloven. Maar ze zijn blij dat hij er is en ze hadden zelfs nog een cadeautje voor hem meegenomen. Die stropdas die doe ik nu af. En die geef ik aan jou en ik wil dat die stropdas met dat Wilhelmus bij jou blijft. Zolang totdat de eerste keer voor jou dat Wilhelmus weer geklonken heeft. En daarna wil ik hem wel graag.